Ja, voor de liefhebbers, even een update over onze Pep. Want ik krijg er natuurlijk heel veel vragen over. Want iedereen zegt, ja, hoe is het met Pep? Want ze was geblesseerd, weten jullie nog? Aan de pootje, dat hebben jullie toen gezien. Je kijkt nog even. Maar kijk even hier. Pep, kom eens hier. Kom eens hier. Pep, kom eens hier. Kom eens hier. Ja, kijk. Ja, achterpootje. Hier, kijk maar. Achterpootje. Niks meer hoor. Hier. Helemaal fit. Kom eens hier. Ja, kijk. Hier. Nee, die is zo gezond als een visje tegenwoordig. En rennen en doen en alles, weet je wel. Dus Pep is helemaal Pep. En wat dacht je hiervan, vrienden? Ja, kijk even. Kijk eventjes. Ja, dit is de nieuwe mand van Pep. Ja, die kwam ik ergens tegen in zo'n dierenwinkel. En ik denk van, wat een mand zeg. Hier moet je kijken. Hier, sowieso al. Loeigroot. En toen dacht ik bij mezelf, dit is wat we noemen een luipaardprint. Dus ik denk, we hebben een luipaard in huis. Hier, kijk nog even naar de print. Ja. Nou ja, je zou toch denken, dat is een luipaard. En wat blijkt, het is helemaal geen luipaard. Nee, niks. Het is een, inderdaad, giraf. Het is een giraffenprint. Dus, wat hebben we nu? We hebben mevrouw Pep. Die slaapt dus tegenwoordig in een giraf. En, wat jullie natuurlijk niet weten, Pep is helemaal gek van ballonnen. Ja, daar is ze dol op. Dus als we die hier, soms gooien we die neer en dan, hup, dan gaan ze erachteraan. En dan boem en dan bijten ze allemaal stuk. Maar ja, Pep is ook een voetballiefhebber. En Pep kijkt ook met mij mee naar de televisie. Ja, volgt het voetbal. Dus we gaan haar laten beslissen wie er kampioen van Nederland wordt. Kijk, rood staat voor Ajax en wit die staat voor PSV. Nou, die gooi ik hier neer. Ze gaat, één van de twee gaat ze stuk bijten. En diegene wordt dus geen kampioen. Dus bijt ze wit stuk, geen kampioen. Bijt ze rood stuk, dan wordt hij geen kampioen. Dit is Ajax nogmaals en dit is PSV. Nou, ben je er klaar voor, Pep? Kijk, ze zit er al helemaal klaar voor. Jongens, wat een spanning. Pep gaat bepalen wie er kampioen wordt van Nederland. Ik laat ze los. Ja, en dan gaan we het zien, hè. Nou, daar komt hij. Pep, daar gaan we. Hoppakee. Ja, ja. Ja, daar liggen ze dan. Daar liggen ze dan. Ja. En nu? Ja. Pep, kijk eens even. Jij moet beslissen. Ja, daar gaat ze hoor. Daar gaat ze. Daar gaat ze. Oh, die liggen onder de stoel. Welke gaat ze pakken? Oh, ze pakt geen enkele ballon. Ze is niet geïnteresseerd in ballonnen op dit moment. Dat is ook wat. Dat is ook wat. Oh, ja. Oh, daar gaat ze met. Oh, daar gaat ze met PSV. Oh, ze gaat. Ze, oh, oh, oh. Ja. Ja. Huh? Ah. Hoppakee, ja, die stuk PSV wordt geen kampioen, dus Ajax.